Het Prentenkamer van de Universiteit is een oude instelling uit het begin van de 19e eeuw, maar zit al geruime tijd in de universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel hier in Leiden. Het Prentenkabinet bevat een grote collectie prenten en tekeningen van 1500 tot nu. En die collecties worden gebruikt voor verschillende dingen. Bijvoorbeeld voor het onderwijs aan de studenten, maar ook voor het maken van tentoonstellingen of om onderzoek te doen naar de Nederlandse kunst. De collecties worden ook nog steeds uitgebreid. We kopen geregeld aan, grafiek of tekenkunst en dan eigenlijk steeds van hedendaagse Nederlandse kunstenaars. Dus veel mensen weten niet dat dit allemaal in de universiteitsbibliotheek is, maar hier is dus een collectie van ongeveer 12.000 tekeningen en iets van 100.000 bladen grafiek. Om een voorbeeld te laten zien van een recente aanwinst, dat is dit boekje. En dat is een boekje, het is een schetsboekje. En er staan allemaal tekeningen in en teksten, zoals je kunt zien. Het is gemaakt door een Leidse kunstenaar, Erik Romme, die eigenlijk altijd werkt met dit soort schetsboekjes. En wij vonden dat ontzettend aardig voor onze collectie, want we hebben al een hele reeks schetsboeken in de collectie, waar dit dan vergelijkbaar mee is en mooi op aansluit. En eigenlijk lijkt schetsboeken, denk je al heel gauw aan het verleden, maar er zijn dus ook tegenwoordig nog steeds mensen die dit doen. En Erik Romme is een kunstenaar die nou op een bijna obsessieve manier hele kleine tekstjes schrijft, of heel klein geschreven teksten schrijft, en daar tekeningen bij maakt over allerlei onderwerpen. In dit boekje is een hoofdonderwerp wel seksualiteit, maar het zijn soms ook andere zaken, dingen die je aantreft in de actualiteit of in de pers. En dit boekje sluit eigenlijk heel mooi aan bij wat we al in de collectie hebben. En is ook een voorbeeld van een kunstvorm die dan niet meer zo heel veel beoefend wordt nu, maar toch door Erik in ere gehouden wordt. En ik ben dus heel, heel blij dat het Prentenkabinet een boekje van mij heeft gekocht. En omdat eigenlijk zo'n klein boekje is eigenlijk niet goed aan particulieren te verkopen. Ik vind het ook mooi als het eigenlijk in publieke instellingen terecht komt. Ja, nou, dit is bijvoorbeeld zo'n boekje. Met kleine tekeningen. Dit is een variant op de laatste avondmaal. Dit is een beetje uit de feministische hoek gekomen. Ja, en zo. Dit is een bloedplaatjes. Hoe die afgebeeld worden, dat vond ik eigenlijk ook wel leuk om dat te doen. Daar heb ik ook een speciale reden voor trouwens. Dit zijn bekenden die ik eigenlijk toen een keer. Naar een tentoonstelling van Botero geweest. Ik hou erg veel van kunst. Dus kunst komt veel terug. Hè, van dat je op de schouder staat van vroegere kunstenaars. Daar ben ik al een voorbeeld van. Dit zijn mensen die eigenlijk opkwamen voor vrouwenrechten, politieke dingen. En die allemaal vermoord zijn of op een andere manier misschien in de gevangenis nog zitten. Dat weet ik even. Dit is een zus van mij, die was kunstenaresse. Daar ben ik zeer door geïnspireerd. Die is overleden, maar ze heeft me erg geïnspireerd. Zo'n werkje ook van haar. Over de berg Athos. Ja, ik ben eigenlijk altijd wel een beetje aan het tekenen geweest, maar ik had een ander beroep, dus ik had daar weinig tijd voor. En bijvoorbeeld in het weekend of wanneer ik op vakantie was, dan tekende ik wel eens kleine dingen op ansichtkaarten die ik verstuurde of brieven die ik waar ik collages van maakte. En toen ik gepensioneerd ben, toen ben ik naar een particuliere kunstacademie gegaan, want ik wilde er toch wat meer mee doen. Toen bleek toch dat tekenen eigenlijk mijn voornaamste ding is. En ook dat ik hou van kleine formaten. Meestal wordt er gezegd van je moet het groter gaan werken en groter, maar ik vind klein eigenlijk erg prettig. Het vraagt niet zoveel andere dingen. Met verf moet je allemaal klaarleggen, moet je allemaal voorbereiden enzovoort. En met tekeningen. Dat is dat veel minder zo.
Ik heb het eerst gebruikt als een klein schetsboekje op vakantie, maar dat werkte eigenlijk niet goed. Maar naderhand ben ik eigenlijk doorgegaan om de dagelijkse dingen die ik tegenkom, kan van alles zijn, om die uit te werken. Dat doe ik nog steeds en met veel plezier. En ik krijg daar heel veel goede reacties ook op. Van mensen hebben dit eigenlijk zo niet eerder gezien. Dat heeft mij wel bevestigd dat dit wel mijn manier van werken is. Ik heb hier een beeldje van toevallig een documentaire die ik gisteren heb gezien. Over een oudere vrouw die haar moeder in de Franco-tijd is verloren. En die is op een anonieme massabegraafplaats terechtgekomen. En zij zegt dat dat hier onder deze weg is. En zij gaat elke maand hier bloemen brengen. En ik vond het een heel, heel sprekend beeld. Ik werk dit is een oude rotring. Maar die drogen nogal snel, dus dan moet ik hem weer een beetje opschudden. En het meeste probeer ik het zo goed mogelijk toch een beetje na te tekenen. Ik heb daar wel een bepaald soort uitdaging in om dingen bijna letterlijk weer te geven. Er komen vanzelf toch wel varianten in. En ik vind het eigenlijk ook wel grappig dat ik eigenlijk dus helemaal niet zo'n directe behoefte heb om nou zelf allemaal dingen te gaan creëren. Van nieuwe dingen of wat dan ook. Ik vind wat er gemaakt wordt, dat vind ik wel zo fantastisch. En om daar dan op deze manier dichterbij te komen, dat vind ik eigenlijk wel erg mooi. Dus dit is dan gewoon een filmstil. Maar het kunnen ook eigen foto's zijn en ik heb ook wel... In de natuur zitten schilderen met zo'n klein boekje. Maar meestal is het toch gewoon bestaande plaatjes. Ja, dat is niet zo heel makkelijk dit. De ogen zijn altijd heel lastig. Een enkele keer gebruik ik ook wel eens een pen met een beetje met wit erin om toch iets bij te werken. En eigenlijk vind ik dat... Niet helemaal mogen, maar voor mezelf, maar ja, je ontkomt er toch niet aan. Zo'n boekje heeft natuurlijk ook zijn kracht, omdat het bijna 80 tekeningen zijn. En je kunt niet zomaar een tekening die mislukt is weggooien. Dat kan niet, dus je moet dan toch een kleine aanpassing doen om het te kunnen blijven bewaren. Sommige mensen zeggen ook van ja, dat je een tekening op moet bouwen vanuit een overzicht, vanuit een, dat je eerst eigenlijk een soort compositie tekent of wat dan ook, de grote lijnen. Maar ik heb van Paul van der Steen, die voor NRC Handelsblad ook tekent en voor het Parool, die is vooral een voorstander van breien. Dus gewoon je begint ergens en van daaruit ga je gewoon verder. En als het dan niet helemaal klopt, dat is eigenlijk al helemaal niet zo heel erg. En ik vind het een hele fijne manier van werken. Het past wel goed bij mij. Nou ja, zo goed.